Het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR, heeft vanmorgen een keynote-sessie georganiseerd van het Overheidscommunicatiecongres. Volgens CCPR-voorzitter Angela van der Kooijen moet de overheidscommunicatiepersonen weten wat de rol hiervan is in de samenleving. De kloof die er kan ontstaan tussen de overheid en de burgers kan zorgen voor onbegrip, wantrouwen en onnodige aannames. Naar zeggen van Van der Kooijen moet overheidscommunicatiepersoneel weten dat de samenleving wilt weten alvorens zij programma's samenstellen. Wat is belangrijk voor ons hier in Suriname om te weten hoe we moeten groeien, hoe we ons land moeten opbouwen, maar ook hoe kunnen we elke dag voor onszelf zorgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we naar ontplooiing gaan, dat we verder kunnen gaan? Ik ga afronden. Respect is een belangrijke schakel, ik zal het nogmaals benadrukken. En het is dus heel goed om ook te kijken naar diversiteit en inclusie. Ik gaf het al aan, 35 jaar geleden waren ze er ook al mee bezig. Ze hadden niet zoveel media, kanalen, communicatie, producten. En toch vindt elke samenleving, elke gemeenschap een manier om ervoor te zorgen dat iedereen wordt betrokken bij een boodschap. Tot slot, een verantwoordelijke burger stimuleert een verantwoordelijke overheid en omgekeerd. Tijdens deze keynote-sessie zijn er masterclasses overheidscommunicatie gehouden. Eén hiervan is verzorgd door Rabin Buddha, directeur toerisme van het ministerie van TCT. Buddha merkte op dat als er veel schort aan overheidscommunicatie, er bijvoorbeeld gebrekkige informatie zal worden verschaft aan de samenleving. Doelgroepen zijn niet goed gedefinieerd. 60 kanalen, general information, algemene informatie, soms op macroniveau. Maar van je broekje in je money voor de mensen. Vaak ook welk medium gebruikt zal worden. Waar ga ik weten? Wanneer ga ik weten? Hoe ga ik weten waar er een opbelprogramma is? Waar er een CBS-programma uitgezonden zal worden? Hoe kom ik aan die informatie? Geen uniformiteit in communicatiebeleid. Ik pak maar een paar. Ja? Geen middelen. Afdeling voorlichting bij de ministeries, niet zichtbaar. Ja? Dit zijn een aantal zaken. Het congres is afgesloten met een debat waarbij de rol van de media bij overheidscommunicatie uitvoerig werd bediscussieerd. Het communicatiecongres is vanaf 2015 uitgegroeid tot een platform dat continu informatie uitwisselt over communicatie op nationaal, regionaal en internationaal gebied.